Wij zijn studenten van de UGent Campus Kortrijk, zowel de richting ELA ICT als de richting Industrieel Ontwerp. G-Sport Vlaanderen heeft bij ons een case ingediend op school rond dit project, waar wij dan een heel semester aan hebben gewerkt. De probleemstelling was dat mensen met een mentale beperking soms niet alleen in het verkeer durven, omdat dat nog hoogdrempelig is en dat er veel onverwachte situaties zijn. Het resultaat is zowel een app als een helm en knoppen op het stuur die allemaal met elkaar communiceren om de persoon te helpen in het verkeer, zowel qua zichtbaarheid als bij het helpen met de route en bij waarschuwingen te geven bij moeilijke punten. Letten, hier moet je oversteken. Die helm wordt bediend vanuit een app en vanuit die app kan je dan bepaalde instellingen met eigen stem inbrengen, zodoende dat ze veilig op haar bestemming toekomt. Let op, gevaarlijke straat. Het dragen van een helm is al heel belangrijk. Maar deze helm die heeft pinkers, zogezegd, richtingaanwijzers. Het is niet altijd makkelijk voor mensen met een beperking om bijvoorbeeld hun arm uit te steken naar links of naar rechts als ze gaan afslaan. Let op, hier moet je goed kijken. Ze moeten zich soms al zo concentreren op het fietsen dat eigenlijk allemaal moeilijk wordt. Met vandaag te zien hoe dat het gebruikt wordt en de reacties van Giselle zelf, zijn we redelijk blij. Wij gaan de case overhandigen aan G-Sport Vlaanderen en zij beslissen wat ze ermee verder doen. Maar we hebben al positieve reacties gehoord, omdat het wel een nuttig product is uiteindelijk. Goed bezig, je bent er bijna. Yeah!